Goedemorgen opnieuw, een warm en zonnig krabbie. Dit is poging 300. Zoveel mijn lens blijft beslaan omdat het zo warm is hier buiten. Het is iets voor achter. Wij gaan zo naar beneden voor het ontbijt. We hebben vandaag namelijk weer een tour geboekt. We gaan naar een hot spring. We gaan volgens mij naar waterval en de Tiger Temple. Dus het wordt weer een lange en volle dag. Die ik natuurlijk weer voor jullie ga vloggen. Maar eerst is het tijd voor een goed en stevig ontbijt. En welke dag is het vandaag? Het is vandaag alweer zaterdag. Morgen zijn we precies een week van huis. De reisdag. Maandag zijn we dan echt een week in Thailand. Sorry voor de dikke ogen en het bult op mijn voorhoofd. Ik hou een beetje vocht vast. Echt op de vreemdste plekken. Het is heel erg fotogeniek. Ik voel me net een alien. Maar zodra we gaan lopen, straks zal het vast wel weer wegzakken. In ieder geval leuk dat je weer kijkt of nog steeds kijkt. Ik weet niet in hoeveel delen ik de vlog kan en moet gaan knippen. Maar veel plezier. Oh, dat gaat wel handig zo met een selfie stick. Nou, we zijn zojuist aangekomen bij de eerste stop. We zijn bij de Hot Stream. En hier hebben ze ongeveer 50 minuutjes om hier lekker rond te kijken en even te zwemmen. En ik moet zeggen, ondanks dat we nu niet meer bij de kust zitten, dat het gewoon wel heel erg lekker warm is. En wel toe zijn aan een duik. En dit is hier best wel mooi en groen. Naar Thomas. En we zijn de enige Europeanen. En ik ben ook de enige die gilde met een camera loopt. Wat klopt er niet. Your heart is broken. Let me fix it. Let me fix it. If your mind is torn, please tell me about it. Please tell me about it. Filming. I'm not gonna lie to you, honey. De wc's hier zijn echt geen aanrader. Het stinkt en let op waar je moet plassen. Daar moet je dus plassen. Ik heb geen idee wat ik dat moet gaan doen. Thomas is hier een wandelende attractie en zelfs ik mag op de foto. Hij touch jij? No. Er moet echt geld gevraagd voor de foto's. Dit gebeurt zo'n paar keer per dag. Met ingang van Emerald Pool en dat is dus heel erg helder blauw en groen water. Het zijn twee bassins wateren die we zo gezien. Het is 800 meter lopen. Water is wel nodig. Het is best wel warm en ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien en hoe mooi het is. We hebben het heerlijk gezwommen bij de Emerald Pool. Ja, ik ga mee. Als ik klaar ben. Daar. Het is echt heerlijk water. Het is zoet water. Lekker warm. En we zijn weer eraf gekoeld. Dus op naar lunch en dan de Tiger Temple. Ik heb een mini ananas opgepeuzeld. Hij was heel lekker met zout erop. Ik echt kokoswater. Dat was lekker. We hebben net weer ongeveer een uurtje in de bus gezeten, een half uurtje, en we zijn aangekomen bij de Tijgertempel. En hij staat in de stijgers. Wat wel jammer is, maar hij wordt wel weer, was wel weer heel erg mooi. Daar is Thomas. Heb je lekker gegeten hoor. We hebben echt een Thaise lunch gehad. Dat is best wel lekker. My soul chasing.
Thomas, hoeveel treden te veel? 1237. Ja, die andere mensen komen alweer terug. Dit is nummer 1. En daar gaan we naartoe. Oké, de trappen beklimmen in een uur tijd met ongeveer 34 graden, dus 10 graden warme aanvoelt, is een heel slecht idee. No, no. Neem een sixpack met water mee, een lunch, avondeten en je ontbijt. En maak er een leuk dagje van. Ja, maak er een dag van. Wij stoppen bij 377 en dan gaan we naar beneden. Het hoorde net dat de klim naar beneden net zo zwaar is als naar boven. En je hart gaat verschrikkelijk tekeer, je benen voelen aan als pap en het is... We zijn nu in de schaduw, maar daar het meeste dan in de zon. Het is echt putjeet. Maar ook hier is het uitzicht echt fantastisch. Wat ik jullie even ga laten zien. En dan laat ik jullie ook even de treden zien. Die gewoon niet te doen zijn. Do not try this at home. Zeker niet met ME en Fibro. Oh, it's fucking scary. Wil je dit weer de tempels kan zien? Voor jou zijn de treden eigenlijk perfect hoog, Thomas. Ook te hoog? Kijk, en zo loopt het dan. Het is een zigzag van enorm hoog treden. Dus eigenlijk zal die 2200 treden zijn, denk ik, deze trap. Want één treden, daar kan je er makkelijk twee van maken. Hey, mami. Oké, de trappen naar beneden waren nog erger dan naar boven. Maar er is beneden ook genoeg moois te zien, dus het is zeker waard om te komen. Got some milk today. Het pak wat Thomas dus in Bangkok aan heeft laten meten zit als het goed is hierin. Als het goed is. Als het goed is. Ik ga eerst een beetje verfrissen. Tadadada. Thomas, we kunnen er wel een handdoek in. Maar dik opgelicht in Thailand. Oh, spannend. Daar zit er nog een pakketje in en nog een pakketje. Ja. Zit je pak erin? Nou, na een mislukte klimrol is het tijd om even af te koelen. We zijn echt allebei een beetje overhit. Dus eindelijk zijn we op het zwembad. Ik wil lekker een duik nemen. Het pak is goed aangekomen, moet wel nog een klein beetje ingemaakt worden, maar dat is hier denk ik geen probleem, aangezien we nog een pak laten maken hier in mijn wollen jas. En het is druk aan het zwembad. We hebben het nog niet eerder zo druk meegemaakt. Mensen. In de bus zat er een Koreaan naast mij en die liet zijn flesje water vol, dus met 600 zoveel milliliter, met de dop op mijn voet vallen. En ik hoop niet dat die gebroken is. Het doet echt super veel pijn. Het ziet er ook niet uit. Thomas past zijn pak voor de ene laatste keer en ik mijn jas voor de allereerste keer. En heel eerlijk gezegd zie ik er totaal nog geen vorm in. En dat was het alweer voor vandaag. Het is echt een propvolle vlog geworden en het was ook een enorm leuke dag. De hot spring en de emerald pool. Het was mooi hoor, maar ik had er eigenlijk iets meer van verwacht. De tijgertempel was daarentegen wel heel erg gaaf. Jammer dat we het niet tot boven hebben gered, maar heel eerlijk had ik ook niet de tijgers willen zien. Alleen voor het uitzicht had ik het natuurlijk wel graag willen doen. Morgen gaan we een aantal typisch Thaise dingetjes doen. En dat zien jullie volgende week vrijdag weer in een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot volgende week vrijdag. Doei doei! Hey, wat leuk dat je nog even blijft hangen. Vond je mijn video nou leuk om te kijken? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier via de button rechtsbovenin. En neem ook eens een kijkje op mijn andere social media kanalen. Deze vind je boven mij.